Anneke Schenalien, Naomi Stekkel en Glenda Heijkerk zijn vandaag beëdigd tot kandidaat notaris. De beëdiging vond plaats op een openbare zitting van het Hof van Justitie. Alle drie beëdigden hebben in het buitenland de notariële opleiding afgerond, omdat deze opleiding nog niet in Suriname wordt verzorgd. Waarnemend hofpresident Iwan Rasselbaks feliciteerde de kandidaat notarissen met deze mijlpaal. Zij kunnen nu de waarnemingsbevoegdheid uitoefenen bij belet of ontstentenis van een notaris. Rasselbaks gaf aan dat er behoefte bestaat aan kandidaatnotarissen in de praktijk van het notariaat. Een notariskantoor zonder minimaal één kandidaatnotaris in dienst lijkt mij ondenkbaar. Omdat anders simpelweg de notariële medewerker dan wel de notaris zelf al het minutieuze en nauwgezette voorbereidend werk zelf moet doen. Het is een ondenkbare situatie. Kandidaatnotarissen zijn een bijzondere winst voor een notariskantoor. U mag zich vanaf heden officieel verdienstelijk gaan maken binnen de notariële praktijk bij wegen van waarneming en ondersteuning van een kantoor, notariskantoor wel te verstaan. Bij de uitoefening van uw waarnemingsbevoegdheid zal de vraag zich bij u aandienen of u als kandidaat-notaris tuchtrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden. De waarnemend hofpresident hield de kandidaat-notarissen verder voor dat het Hof van Justitie de verleende opdracht om waar te nemen kan intrekken wanneer zij zich zodanig gedragen dat er aanleiding is voor de notaris om ze te berispen of te schorsen. Hij drukte hen op het hart de integriteit van het beroep nooit te verwaarlozen. Ook adviseerde hij ze om tijd noch moeite te sparen bij het uitleggen van de procedures die gevolgd moeten worden. Er ontstaat ook meer begrip, vergis u zich daarmee niet. Er ontstaat meer begrip voor de beroepsgroep. En er wordt heel veel ruis en geheimzinnigheid voorkomen. If you ori informatie abaka. Informatie die mensen nodig hebben om daarmee verder te kunnen leven of denken erover. Dan ontstaan er heel veel andere onderdelen van sociale toestanden waarbij ruis van iets af van de majoren kon rappen. Je noemt go wat zolang als obradi. Blokvormingen. Je gaat groepen krijgen van mensen die proberen te hokken van een beetje monopolie. Ja, niet te veel vertellen. Unu wa abeng, machtsconcentraties en vooral corruptie. Rasselbaks zegt een andere keer nader daarop in te zullen gaan. Hij gaf hen tenslotte mee dat het Hof erop vertrouwt dat zij op waardige wijze hun werkzaamheden zullen verrichten.